Voordat de video begint wil ik nog even zeggen dat de titel geen clickbait is. Wat ik in de video ga vertellen is daadwerkelijk gebeurd en ik ben daadwerkelijk bijna mijn kanaal kwijtgeraakt. Goedemorgen, middag, middagmorgen. En welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. In deze video wou ik het erover hebben hoe ik bijna mijn YouTube kanaal ben verloren. En hoe ik hem uiteindelijk terug heb gekregen en gewoon misschien nog wat basic updates ofzo. Het begon in het begin van de zomervakantie. Ik ging 2 weken op vakantie in Limburg, in het plaatsje Simpelveld. En de eerste volledige dag dat we er waren, gingen we nog niks doen. We wisten nog niet wat we wouden doen. Dus dan gingen we gewoon even rustig die dag gewoon thuis blijven, bij het huis blijven. En kijken wat er in de buurt was om te doen. Toen gingen mijn zusje en mijn vader dus gewoon tussendoor wat Pokémon Go spelen. Gewoon binnen om even te kijken wat voor Pokéstops er zitten en zo. Aangezien ze nog af en toe wel eens, als we een dagje weggaan of whatever, gewoon het leuk vinden om Pokémon Go erbij te pakken. Aangezien ik het ook gewoon nog steeds vrij leuk vind, dacht ik van, nou ja, oké. Dan ga ik onderzoeken hoe ik erin kom, want voor een of andere reden kreeg ik bij het inloggen geen enkele keer Google in beeld. Dus ik ging uitzoeken hoe dat zat en had ergens gelezen dat het ook met leeftijd te maken kan hebben. Als je dus geen leeftijd hebt ingevoerd op je Google account of whatever, of een te jonge leeftijd, dat was het onder 13, iets in die richting, dan komt er bij Pokémon Go dus geen Google in beeld om in te loggen. Dus ik denk, nou ja, oké, pas ik de leeftijd van mijn account aan, ik had nog helemaal geen leeftijd ingevuld, dan vul ik gewoon mijn daadwerkelijk geboortedatum in. Ik denk, is geen probleem, ik ben 13 plus, dan kan ik gewoon met Pokémon Go inloggen. Alleen ja, in Nederland is de standaard leeftijd voor dat soort dingen 16. Dus misschien klopt het wel volgens de regulaties van Pokémon, maar mijn leeftijd kwam niet overeen met de Europese leeftijd om social media te kunnen gebruiken. Heel gezeik. Maar waar het in ieder geval op neerkwam was dat ik of ouderlijk toezicht moest instellen, oftewel dat een van mijn ouders dus alles kan bekijken op mijn account wat ik doe en zo, en heel veel dingen kunnen controleren en weet ik veel wat allemaal. Maar dat zou er dus in eindigen dat mijn YouTube kanaal werd verwijderd. Tja, dan kan ik wel gewoon dat doen, omdat ik toch dezezelfde vakantie ook nog 16 werd. Maar ja, dan ben ik alles kwijt wat ik heb gemaakt en aan heb gewerkt en nog oude projecten die privé staan en weet ik voor wat. Ja, dat wou ik natuurlijk dus niet. De andere optie was gewoon wachten tot ik 16 werd. Oké, hoe het dus werkte is dat de eerste 2 weken had ik tijd om ouderlijk toezicht in te stellen en kon ik mijn account nog gebruiken. Dus ik kon nog mee naar YouTube filmpjes kijken en zo. Er waren voor de rest nog geen echte restricties aangezet of whatever. Ik kon er in principe nog mee doen wat ik wou. Alleen daarna werd mijn account uitgeschakeld, oftewel ik kon niks met mijn account doen volgens mij. Het enige wat ik mee kon doen was hem weer opnieuw inschakelen en dan of ouderlijk toezicht instellen of mijn leeftijd verifiëren. Met een ID-kaart of iets anders waarmee je kan laten zien wie je bent. Dus ik heb gewoon gewacht, want ik was 3 weken ongeveer nadat het gebeurde zou ik jarig zijn, dan zou ik 16 worden en zou ik dus gewoon oud genoeg zijn voor Google, voor een Google account. Dus ik heb gewoon die tijd gelukkig kunnen wachten. En gewoon meteen dezelfde dag dat ik jarig was mijn leeftijd kunnen instellen en kunnen verifiëren, waardoor ik nou weer bij mijn kanaal kan. Dus ja, dat is gewoon heel simpel het verhaal van hoe ik bijna mijn YouTube kanaal ben verloren. Door één enorm domme fout van mij met het instellen van mijn leeftijd was ik hem gewoon bijna kwijt. Als ik niet goed had gelezen en zo, dan had ik waarschijnlijk gewoon ouderlijk toezicht ingesteld, dan was ik echt alles kwijt geweest. Ik ben echt heel blij dat ik gewoon heb gewacht totdat ik jarig zou zijn, dat ik de boel kon instellen, want anders was alles weg. En ik had volgens mij nog opnames van de vakantie. Ik weet niet of ik die nog ga uploaden, maar die wou ik wel gaan uploaden. Ik kan nou gelukkig overal weer bij, dus ik ga gewoon weer gezellig opnemen en doen deze vakantie. En nog zoveel mogelijk video's klaarmaken in de vakantie, zodat ik daarna nog de paar komende weken wat kan uploaden en zo. Ik heb trouwens ook weer een nieuwe microfoonarm, dus ik kan gelukkig weer mijn goede microfoon gebruiken. Want voor mijn afgelopen video's moest ik, dat was het, de afgelopen 2 video's of zo, moest ik de microfoon van mijn headset gebruiken. Voor de rest heb ik eigenlijk niet zoveel meer te zeggen, denk ik.
Dus dit was in ieder geval het update gedeelte van de video. En het gedeelte waarin ik uitleg hoe ik bijna mijn kanaal ben kwijtgeraakt. Als je nog even wilt blijven hangen is dat gezellig. Ik ga nog even door blijven spelen. En als er wat leuks van komt van dit potje, dan zie je vast wel dat de video langer is. Oké. Ik ga die kant blijkbaar niet op. Wat de... Maar, waar de... Waar is hij? We hebben C? Sinds wanneer hebben wij C? Hoe de fuck? Hoe wint een dude met een 9mm... fucking... Airsoft SMG gewoon van mij? Sup. Hoe de fuck zitten ze achter onze lines? Lijkt even serieus. Ja, maar je wint niet van mij, want ik heb een AN-94. Alweer die dude met zijn goddamn airsoft geweer. Sukkel. Bitch. Uh-oh. Oh. Oh. Nee, naar boven, please, please, let me naar boven, please. Daar ben je uit. Hey, ik heb er eentje. Oh god. What the fuck? Pull out! What? Oh god, waarom hebben we alles verloren? Welp. Tijd om terug te vechten. Oh shit! Get me the fuck out! Fucking go, boys! Waarom hebben we ineens zo'n advantage gekregen, like the fuck?
De fucking... Oké. Okay. God damn it. En dan nu een compilatie van alle keren dat ik werd vermoord door een mortar of een UCAV. Goddamn you calves. Goddamn Putin. Oké, dit was het hem dan weer. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hebt genoten. En als je het hebt gezien dat mijn kanaal weg was, dat je dan nu begrijpt waarom dat zo was. En dan zie ik jullie terug in de volgende video. Dag.